zitten. Maar vast ook gewoon muziekliefhebbers. En ik wil jullie dan ook allemaal oproepen. Het Christelijke Koor is niks zonder zijn stichting Vrienden. Want u heeft allemaal dat mooie formuliertje in uw hand voor de publieksprijs. Die wordt mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat als u nu hier in de zaal zit, dat het naar meer smaakt. Dat u zin heeft om naar meer concoursen, meer regio's te gaan luisteren. Welkom. En dat je dus eigenlijk het jonge talent inderdaad niet alleen vandaag beluistert, maar ook blijft steunen hierna. Masterclasses, andere mogelijkheden, podiumervaring, coachings. En je krijgt dan tevens toegang tot de concoursen en het programma waar je als te lezen kan. Het punt waar leuke verhalen in staan, ervaringen, je kunt gaan luisteren naar Classic Express. Te veel om te doen. Dus loopt u straks als u langs de balie loopt, vooral ook even langs de vriendenbaan. We gaan verder met muziek. Pianist opnieuw, 12 jaar oud, Yumi Lucia. En zij gaat twee stukjes spelen. Hij gaat twee stukjes spelen, namelijk van Frans Liszt, de etude, overigens 1 nummer 9. Maar Liszt, berucht natuurlijk om zijn stukken met hoge technische eisen. Reizend langs concerten gegeven, vrouwen vielen van adoratie flauw en men dacht zelfs dat hij bovenaardse krachten bezit door een pact met de duivel. Hij is gewoon berucht en daarvoor hebben we net een beroemde Liszt-concours, wat 3 Nederlandse prijswinnaars heeft, die allemaal ook finalist zijn geweest van het Liszt-concours. Lucia, Christian Kuiverhoven en Menji Han. Thuis onze finalist vandaag nog maar 12 jaar, maar wie weet, over een paar jaar zien we hem ook als schrift. Hij speelt daarnaast ook nog variaties van Beethoven. We hebben net ook variaties gehoord. Beethoven was ook een echt meester in variatievorm, net als Mozart. En hij heeft in totaal 21 stukken met variatievorm geschreven. Beroemd zijn natuurlijk de Diabelli en de Eroica variaties. Vandaag de variaties Wie brennt, ein heißes Fieber. Uw applaus voor Yumi Lucia.